om te ontdekken wat in jou zit en wat je zou willen ontwikkelen, moet je wel heel veel zien, heel veel aanraken. Nou, dat proberen we. De Ostrea Academy, waarom zijn jullie daarmee begonnen? Daar zijn we mee begonnen omdat we meer toe willen komen aan de persoonlijkheden van de kinderen. We zeggen altijd, dat zeggen alle scholen, we zijn op zoek naar het talent en het talent komt hier naar boven. Maar wat we hier willen is dat kinderen niet gespecialiseerd zijn in een bepaald iets, maar dat ze gaan ontdekken. Hey, wat kan ik, wat wil ik, wat zit er in me en wat kunnen we er eventueel uithalen? Dus wat we geprobeerd hebben is een heel breed programma aan te bieden. Waarbij kinderen kunnen kijken van dit is wel iets voor mij, dit is niet iets voor mij. Ik ga het proberen. Hé, dit vond ik echt leuk, hier wil ik in verder. Maar waardoor ze wel gewoon niet alleen met wiskunde, niet alleen met biologie, niet alleen met Nederlands beter worden. Maar ook denken, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hoe kom ik tot volwassenwording? We hebben dingen aangeboden die lopen van koken tot dans. Die lopen van computertechnieken tot meehelpen bij een goed doel. Om te ontdekken wat in jou zit en wat je zou willen ontwikkelen, moet je wel heel veel zien, heel veel aanraken. Nou, dat proberen we. Welke modules zijn populair bij de leerlingen? Aan alle kanten, of je het nou over HAVO, VWO of over basis hebt of dingen, koken. Koken is hot, maar ook dingen die met computer te maken hebben. Die lopen vrij snel vol, het maken van een eigen website. Maar wat ik heel opvallend vond en ook heel hoopgevend, is dat er heel veel kunstvakken. We hebben een aantal kunstmodules en dat kwam omdat die genoemd werden op de informatieavonden door kinderen. Hebben we een aantal kunstmodules ingezet en die zijn massaal ingeschreven. Voor welke groep heb jij gekozen? Ik heb voor turnen en springen gekozen. Ik heb zelf geturnd en ik vond het altijd wel leuk om te turnen, dus ja. De eerste periode ga ik turnen, tweede ga ik bakken en derde ga ik koken volgens mij. Toen we de Academy bedachten, toen zeiden we ook tegen elkaar, dit is gewoon een onderdeel van ons lesprogramma. Dit is ons onderwijs. En dan mag je niet zeggen, van, ja, dat doen we dus op een donderdag het zevende en het achtste uur. Want daarmee geef je eigenlijk het signaal af van, joh, we doen het erbij. Nee, we willen het erin hebben. En we willen ook als signaal naar de kinderen hebben van, joh, het zit in de tabel. Zoveel uren per week heb je geschiedenis, zoveel per week heb je wiskunde, maar je hebt ook twee uur per week de Academy.